bij deze nieuwe review. We zijn dit jaar weer traditioneel bij Walibi Friday Nights. Cheers to Fears, zo luidt het nieuwe thema. Ze hebben dit jaar een nieuw spookhuis. Us versus You. We gaan meedoen met een sadistisch tv-programma. Geen idee, ik heb zo weinig mogelijk opgezocht. Enkel dat we meedoen met een televisieprogramma. Maar hoe en wat, dat gaan we vanzelf zien. Het wordt weer een mooie dag, hoop ik. Het zal toch wel. Mooi weer en scares. In samenwerking met Walibi hebben we een ritpas gekregen voor zondag 6 oktober. Kunnen we 4 spookhuizen doen. Zoals je kan zien is nog niet iedereen geabonneerd op mijn YouTube kanaal. Je zou me ontzettend steunen door op abonneren te klikken. En mis geen één video in de toekomst. Ja, we zijn er, Deborah. Ja, we zijn er weer. Echt heel veel zin in. Ja, zeker. En vooral omdat dit de tweede dag is dat ze eigenlijk Walibi Friday Nights vieren. Ja. Dus ik hoop dat de characters een beetje warm zijn gedraaid gisteren. Hé, hey, toen ik het logo zag van het nieuwe spookhuis, ik zag een soort doolhof daarin. Dus ja. Wie weet hebben ze al iets gedaan met een doolhof. Het wordt gewoon een grote verrassing. Verrassing. Het lijkt tot nu toe heel rustig. De parkeerplaats was ook nog vrij rustig. En we zijn iets later. Ja. Dus wij dachten van, nou, we komen wat later. We hebben misschien al de drukte een beetje gehad voor het wegrijden in de avond op de parkeerplaats. Maar misschien komt de drukte nog. Ik verwacht het eigenlijk wel. We gaan een ritje maken. La Grande Roue. Maar wel leuk om even een overzicht te zien van het park. En misschien kunnen we vanuit het reuzenrad een glimp zien van de nieuwe achtbanen. Zijn er twee. Ja, het is lastig om van zo'n hoogte natuurlijk allemaal spookhuizen te spotten. Want het is allemaal omringd door bomen en bossen. Hier kan je maar zien. Ik zie wel iets met freaks daar. Ja, en freakshow. Hier in de wildernis kijken. Oh, wildernis. Ja, we komen aan bij Pirate's Cove. Ja, en overdag is het gelukkig een beetje kindvriendelijk, laten we het zo zeggen. Maar wel een leuke interactie altijd met de piraatjes. Er is hier niks te zien. Heb je het al gefixt? Is het veilig? Hij doet niks. Je telt aan de snel. Dat explains everything. Alright. Ja. Zo, versta jij het wel? Ik weet niet wat er gebeurde. Nou, we hebben dus zeg maar Jantje en die andere vrouw, ik weet niet hoe ze heet, hebben we ontvoerd. En hij wilde... Hallo, hoe is het? Een beetje gevaarlijk zijn. En nou wilden we dus eigenlijk onderhandelen, maar ze zijn een beetje weg. Zie jij de kapitein nog? Ik heb wel net iemand gezien daarboven, maar... Die zijn dus nu weg. Oké. Dus dat wordt nu een beetje eigenlijk... Freya! Ja. Oh, wacht. Ik weet niet wat er gebeurt hier, maar ik denk dat daar de kapitein is. Juist, hij wil wel vechten. Kijk, aan onze kant. Ja? Kan je niet alleen dan? Ja, ik weet niet wat daar gebeurde, maar ja, het is een soort verhaal, een toneelstukje geloof ik. Ik zit hier voorlopig nog even vast, maar we gaan naar Lost Gravity. Hoe dan? Ik heb geen idee. Voordat we naar Lost Gravity gaan, gaan we even kijken bij Festival of Freaks. Leuke acts altijd daar. Ze doen altijd heel grappig onderling daar. Vind ik heel leuk. Sorry, niks aan de hand. Hallo, ja. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar... Hallo, welkom. Hebben jullie een beetje zin in vandaag? Ik heb er heel veel zin in. Ja, heel veel zin in. Het is altijd een hele leuke zone. Ja, klopt. Zeker. En ik kwam binnen en er werd al iemand vervoerd. Ja, er gebeurt zoveel. Altijd als het te druk wordt, dan raak ik het overzicht kwijt. Oh, dat toch wel. Maar ik moet het altijd blijven bewaren. Kan je me daar een beetje bij helpen? Maar? Ik ga mijn best doen. Heel goed. Ik ga mijn best doen. Wees welkom. Heel veel plezier. Dank u wel. Oh, het is wel helemaal veranderd, geloof ik ook. Ze hebben een soort lekkage. Ze dachten dat wij van de circusinspectie waren. Maar ja, daar lekt het een beetje blijkbaar. Gaat het goed met haar? Nee, ze liegt. Ja? Ja, ze liegt keihard. Oh, ik heb nog nooit gehoord van een lekkage namelijk. Oh, oké. Okay. Nee. En dat water, dat heeft de magier gedaan. Oké. Ja. Deborah, het is nep. Dit hoort daar niet. Nee, niks aan de hand. Ik mag naar de circusdirecteur. De circusdirecteur, ga de volgende keer. Ja, hij is die. Ik ga wel even. Dat is goed, tot zo. Maar het duurt wel even. Ja. Oh, dat is goed. Dat is goed, ja. Ik ben ergens in beland. We zijn weer in een hele scène beland. Het is ongelooflijk. Ik heb geen idee. Maar ze gaan dus de circusdirecteur halen. En dan moet het geregeld worden, hopelijk. Ja, hij komt er wel aan. Ik zie hem wel. Ja, even zwaaien. Ja, we zijn van de inspectie. Kom maar. Dat is wel goed. Heb je punten? Kom eraan. Nou, de circusdirecteur noemt me al bij naam. Dus ik weet niet wat ik nou moet verwachten. Hij heeft veel voor je over om te komen. Hij loopt een beetje mank. Ik ga vragen wat hij heeft. Hij loopt een beetje mank. Doe even, maar dan heb je ook wat, hè. Hallo, meneer. Dat is hij, hoor. Pietje en Klaas, de circusbaas. Hij loopt een beetje mank. Welkom in mijn circus. Hoe loopt er zo mank? Ja, dat hoort erbij, hè. De ene hangt een beetje zo en zo. Oh, ja. Nee, hij ziet er goed uit. Dank u wel, hè. Ik heb er alles aan gedaan om alles goed in de orde te leiden. Oh, dat is mooi. En het is gelukt. Zon schijnt, nergens last van lekkages. Ja, nou, we hadden misschien wel iets daar ergens, dacht ik. Maar... Nee. Ja, het is wel.
plasje. Ja, wel meerdere. Weer een plasje. Wel meerdere, maar we focussen ons op die kant. Nou, het ging goed voordat iedereen hier kwam binnenlopen. En allemaal maar doen wat ze willen en zo. Er hangen gewoon regels, geloof ik, buiten. En ik spreek iedereen erop aan, maar... Ja, nou, ik denk ik vind dat dit nog wel door de beugel. Ik liep maar gauw hierheen. Ja. Nee, ja, plasjes. Nee, ik heb dat van de week nog geoefend met iemand. Oh. Je hebt twee armen. Zeker. Nou, dan doe je eigenlijk alsof je iemand een knuffel geeft, maar net niet. Doe je zo. Ja. Ik kan zijn mooi de druppels vangen. Oh ja, oh ja, dat is goed. Ja, ja, ja. Ik ben blij hoor met die circusinspectie zo, die dat dan even komen doen voor mij. Zijn we ook een spelletje aan het doen daar? Zo. Hallo. Hallo, welkom. Gaat u een trucje doen? Ik zag u zo met uw sjaal bezig. Nee, ik moet er gewoon voor zorgen dat ik er goed uitziet, toch? Snap ik, snap ik. Dat hoort er ook bij, hoort er ook nou, bij. U ziet er goed uit. Dank u zeer. Goeiedag. Hallo. Hallo. Wat kunnen we verwachten hier zo? Wat kan je verwachten? Ja. Is dat nog een verrassing? Dat is een hele verrassing. Ik kan je wel vertellen dat hier heel veel van mijn vrienden binnen zitten. Okay. En dat wij allemaal van deze freakshow zijn. Oh, dus wel goed aardig. Tuurlijk. Tuurlijk. Okay. Dus we gaan ook niet schrikken? Nee. Oké, nou dat scheelt. Dat scheelt. Nee, en er lopen ook echt geen wilde beesten rond. Ook niet? Oh, dat nee, scheelt. Ook niet. Okay. En je gaat ook niet schrikken van je eigen spiegelbeeld. Ook niet. Nee, maar ja, de spiegel breekt meteen natuurlijk bij jullie. Ja, dat... ja, continu. Ja. Ik heb nog nooit meer in de spiegel kunnen kijken. Nee, dat snap ik wel. Ja. Zit maar, goed? Ja, oké. Heb je wel een andere kleur mee? Want ik vind dit een beetje... Zo goed? Ja, het is, ja. Het is een beetje een andere stijl dan jou, maar... Dit is een stijl. Dit is special. Oh, perfect. Oké. Dit is casual. Dat is ook wel iets, toch? Dit is wortels. Wortels. Hutspot. Hutspot, ja, ja. Ik hou niet van dat soort dingen. Oké. Ik hou alleen maar van sneakers. Maar ben ik dan wel welkom dan met deze kleding? Als je kan raden wat mijn lievelingseten is. Rode kool of zo. Suikerspin. Oh. Toch een snackie. Oh my god. Toch een snackie, ja. Sorry. Nou, zo slim zijn jullie niet. Ik hoop dat jullie daar wat slimmer zijn. Ik hoop het. Ga maar. Is goed. Dank je. Oh my god. Oh ja, suikerspin natuurlijk. Hoe kon ik daar niet op? Kom ik dacht eerst aan de spin. Ja, maar ik denk gelijk aan groentes en zo. Ja, jij dat gaat eten. We gaan het zien of het een beetje aangepast is. Gratis spookhuis, dus we mogen filmen. Oh, de slang is er nog steeds. Die weer vrij stil weer. Maar we zouden niet moeten schrikken. Dat werd gezegd, werd gezegd. Ja, ja. Alleen van ons eigen spiegel. Waar zijn mijn slangen? Daar iedereen. Ik heb wel een tuinslang gezien. Ja, mijn levende slangen, want ik ben ze allemaal kwijt en ik ben zelfs Fluffy kwijt. Oké, maar dat is... Ja, dat is natuurlijk helemaal geen naam voor een slang, Fluffy. Nee. Hij is ook helemaal niet harig, maar hij is zo schattig. Fluffy. Welke kleur heeft Fluffy? Dan gaan we zoeken. Oké, pas op voor Fluffy. Okay. En voor de rest van de slangen. Ze luisteren alleen maar naar mij. Okay. En als ze je niet kennen... Oké. Stellen we ons eerst netjes voor. Ja, nou, dat is dan te laat, denk ik. Dat denk ik. Ja. Allemaal was hangt hierop. Oh, kijk, dan een tijgerprintje ook. We worden niet laten schrikken. Nee. Nou. Hoe ver? Stel, stel. Hey. Is dat Fluffy? Dat is Fluffy. Oh. Oké, luister. Goed luister. En Aoki heeft Fluffy neergeschoten. En zoals je ziet, Fluffy heeft auw en is gewond. En toen heeft ze Fluffy aan mij gegeven. En nu moet ik in één keer voor Fluffy zorgen, maar... Ik weet helemaal niet hoe dat moet. En straks wordt een snake charmer boos. En ik wil geen boze snake charmer. Hij zegt doodeng. Ja. Willen jullie daarom dit onschijnlijk houden alsjeblieft? Ja, dat is goed. Mag, ja, hem, mag ik hem aaien? Of? Heel zachtjes. Oh. Doe voorzichtig, oké? Is goed. Oké, snel doorlopen, ja? Okay. Niks vertellen, hè? Nee, we doen. We weten van niks. Ja, vorig jaar hadden ze het ook over een slang. Ik weet niet of die Fluffy heette, maar nu zie je daadwerkelijk ook de slang. En vorig jaar werd hij voor mij echt doodgeschoten door iemand. Het is echt heel heftig, maar leuk om te zien. Oh, de zeemermin. Oh, de zeemermin is er weer. Hallo. Oh, de knop is weer terug. Jij ook? Ja, sorry. Ja. Ja, het belangrijkste. Dan naar mij. Ja, het belangrijkste. Laten we het even opnieuw doen. Ja, is goed. Even teruglopen zo, oké. Die knop even uit mijn hoofd, ja? Ja. Knop alleen, even reset. Hallo! Hallo! Wat leuk daar weer te zien! Hallo!
sorry. Ja. Dat was niet de afspraak. Nee, maar ik zei niks. Jawel, je zei dat het goed was, dat we het opnieuw gingen doen. Ja, maar ik en zei... En je loopt gewoon nu weer naar die knop toe. Nee, ik zei niks over de knop. Nee, maar je liep er wel heen. Ja, maar hij oogt lekker. En ik niet dan? Ja, nu moet je op het wachten. Ja, nee, ik zeg nee. Doe jij het woord even. Ja, dat zou ik ook dat is beter. Dat is leuker. Weer te zien. Dank je. Ja. Ja. Ja! Nou, welkom! En de knop is ook een jaar geleden. Hou op met die knop. Ja, dat is leuk. Jij durft. Ja. Ja, maar dat is de afstand, hè? Dat scheelt. Ik heb 3 regels. Oké. Okay. Kunnen we dat onthouden? Zeker. Oké, regel 1. Handen thuis. Dat was een extra regel, denk ik. Oké, dat is regel 1. Oh, dat is regel 1. Ja. Regel 2. Geen grote mond. Nooit. En regel 3. Doorlopen. Ja, die kant op. Nee. Nee, oké. Voor de mensen die het willen weten, als je op de knop drukt, dan komt er een watereffect. Ja, echt? Ja, ik zag het. Oh, is het nou wel? Ja. Ik moet gewoon niet zo zeuren om die knop volgende keer. Oké. Het ziet wel echt heel gaaf uit, zeg. De Funhouse. Nou, dat is altijd fun. Hoop ik. Tickets. Heb jij tickets? We hebben echt geen tickets, nee. Nee, maar moest je door. Ja, Freak Circus. Oh! Dag en verder alsjeblieft, ga even staan. Ja. Hey, wie heb ik hier voor me staan? Zijn jullie vrienden van elkaar? Vriend, vriendin? Ja, vrienden. Ja. Vrienden? Ja. Zijn jullie goede vrienden? Altijd aardig? Ik niet, jij wel. Jij niet, nee. Ik wel. Oh, dat was het, ja. Jij niet, zij wel. Ja. Oké, okay, wat we dan gaan doen. Ga even tegenover elkaar staan. Kijk elkaar aan. Omdat jij altijd aardig bent, mag jij even een belediging voor hem verzinnen. En omdat jij altijd gemeen bent blijkbaar, mag jij complimenten aan haar geven. Wat een lelijke blouse heb je aan. Dank je. Heb jij uitgezocht? Ja, dat... Oh, dan mag ik geen belediging natuurlijk. Die trui was er ook totaal niet bij. En die schoenen? En die... Doe eens rustig! Je hebt een mooi shirt. Dank je. Ja, van een leuke film. Dank je. Terrifier. Heeft hij maar gegeven, dus op zich een compliment. Ja. Dus hij zegt het ook. Hé, maar wat we gaan doen. Jij gaat lekker voorop lopen. Oh. Jij houdt 1 of 2 meter afstand. Als zij schrikt, uitlachen. Ja, is goed. Ja, ja dank je wel. Hey. Ja, we nemen echt wel de tijd, want die groep achter ons komt... Oké. Okay. Oh, dit vind ik leuk. En die... Oh, die aap. Kijk nou. En s'avonds is dit natuurlijk echt een horrorhouse. Geweldig. We gaan het vanavond ook doen. Oh, kijk nou. Gebroken? Oh nee, nog niet. Het werkt wel. Spreken niet. Hi! Oh. Hallo. We komen even onszelf checken. Ja, dat doe ik ook al zei. Ja. Je schoonheid waardeert toch? Ja, is zo. Ja, je ziet er goed uit. Ah, dank je wel. Je ziet er ook mooi uit. Dankjewel, dankjewel. Nou, tot de volgende. Doei. Ik vind het gaaf, joh, die effecten ook met dat licht. Dat een beetje... Oh! Ik zie een toetertje. Je ziet de toeter, nog schrik je. Ja, ik ben even... Applaus, applaus. Even klappen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Jij kan vast wel heel goed 10 tellen. Het is, ja, op zich wel. En dan niet 3 vergeten. Mensen vergeten 3. Oké, ik moet tot 10 tellen. 1, 2, 9, 10. Oh, ja. Oh jee. Monster wat? Het is 5 en 6. Best wel een vreemd. Nou, nu liet je mij schrikken. Ja, dat mag ook wel. Oh, ja, dat is zo eng, hè. Mooie kleding trouwens. Nou, we gaan hieruit. Het is wel lang spoken, zeg. De auto's ook. Dus je weet ook niet wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk, hè. Dit is mooi. Hallo, hier ben ik. Hallo, hallo, hallo. Is de naam. Aangenaam, Vincent. Jullie kennen mij nog niet, denk ik, hè? Nee. Knap hoor. De meeste mensen kennen mij hier. En die geven mij ook eigenlijk altijd een applausje gelijk. Oh. Ja, dat horen jullie. Zullen we het even opnieuw doen? Gelijk, hè? Gelijk als we komen. Ja, is goed. Dankjewel. Ik vind het altijd zo leuk. De kindervariant van dit spookhuis is echt top gedaan. Gewoon leuke karakters, mooie scènes. En ook gewoon een gratis spookhuis. Dat is echt super van Walibi. Echt top. Beware of the dog.
Zit er een hond in? Zit er een hond in? Nou, er zit niks in. Ik denk dat we het einde hebben bereikt nu. Yes, overleefd. Yes. Nou, wat ik al zei, het is echt fantastisch. En s'avonds wordt het nog enger. Maar dit spookhuis is de enige die we mogen filmen. Dus helaas, we gaan onze mening vertellen. Uiteraard ook laten we de zone zien. Dus dat wordt hartstikke leuk. En scary. Oh, ze doen hier een soort fotoshoot. Van Wally ook hier. Leuk. Ga je het echt doen? Mijn bom. Pas op hoor. Wil hem draaien. Hier, onder. Ze willen geen Eddie hier in de zone. Dus we willen ook even deze. Hoe heet dat eigenlijk zo'n beeld? Tinderbeeld. Tim-tom. Maar we willen Eddie hier niet in de zone. Ja, dus daarom zijn we Eddie aan het afplakken. Je kan hem ook vastplakken met stickers. Ja, kijk, dus deze willen we wel. Hier zit een mooie sticker op. Allemaal stickers overal, ja. Maar goed, geen Eddie is prima. Kijk, een buikbox. Box doen we niet. Nee. Nou, het is wel goed dat ik een stok heb ook. Ja, ik denk stiekem toch bijna wel een van de leukste zones van heel Walibi tot nu toe. Ik weet niet wat die nieuwe zone is met Usher's Zoo. Nou, je hebt lekker een pistolet hete kip halen voor 7,50. Dus tegenover de tomahawk. Aan bij Nightmares. Ik vond wel de kiddiezone echt heel leuk aangekleed. Diversiteit aan pompoenen, aan kostuums voor de poppen, echt heel leuk. En Nightmares is ook heel leuk met Pinocchio natuurlijk. Wel vriendelijke karakters vandaag of overdag. Once upon a nightmare. En nog een snoephuisje geplaatst. Wat leuk dit zeg. En dan hebben ze het bord verplaatst boven de speeltuin. En ik heb gehoord dat Pinocchio weg is. En dat heeft te maken met dat er heel veel bekijks was. Er waren heel veel mensen die gingen om hem heen staan, waardoor hij zijn act niet goed kon uitvoeren. Dat is wat ik heb gehoord. Maar wel jammer, want ik vond Pinocchio wel eigenlijk de hoofdact van alles. Maar ja, de hele zon is sowieso echt heel goed. Maar jammer, Pinocchio weg, wel een hele mooie spiegel voor teruggekomen. Of hij tegen je praat, weet ik niet. Hallo? Ja, hi. Ik had tegen jullie ja. Oh, je hoort ons. Oh, wat goed. Natuurlijk. Dit klinkt een beetje als de fontein zo, op die manier. Maar dan wel met een gezicht. Ja, nee, niet klinken, maar het idee van de fontein. Het idee van de fontein. Nou, ik vind de spiegel toch echt wel leuker. Ja, ik persoonlijk ook wel. Wel wat vriendelijker ook, denk ik. Het is ook zo lattig, zo'n fontein. Ja, ik weet nog niet wat jij gaat doen. Dus dat... Ik hou het liever droog. Ja, maar je weet wat ik ga doen. Ja, het liefst wel, ja. Wil je een mini show? Ik wil een kleine mini show zien. Dat lijkt me leuk. Maar kort, hè. Dus... Ja, oké. Okay. Oh. Oh, je hoort erbij bij de show, bij de mini show. Nee, de mini-show is fijn. Oh, dat is voor jou alleen. Oké. Nou, die heeft een goed humeur. Ik ben een beetje los. Ik heb gezegd dat ze jullie moeten veranderen in poppen. Sukkels! Jij bent toch ook een pop? Oei! Oei, 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 oei. Je maakt geen vrienden, Essel. Je hebt wat goed te maken, denk ik. Ik probeer lief te doen. Wat is dat dan? Wat is dit? Dat is zeg maar blijkbaar hoe de jeugd van tegenwoordig een hartje maakt. Zo. Oh, ik dacht dat je van Italië. Nee. Pizza. Iets verder, ietsje eroverheen. Hans, ik vind het een slecht plan. Hans? Ja? Hans? Ja? Ik vind het een slecht idee. Een slecht idee? Ik vind het niet zo fijn, hoor. Wat is dat? Hans, wat hebben we afgesproken? Hans, maar die gedraagt zich. Oh, niet familie, oké. Hoezo? Nou, je wilt altijd snoepjes jatten van de heks. Ja, maar dit soort dingen. Maar ik hou wel van hem hoor. Hé, hey, Hansie? Auw. Ja, hier, wij gingen. Kom dan. Oh. He, kom dan. Oh. Nou. Pinocchio, ik dacht dat jij er niet was, want de spiegel heeft je plek overgenomen. Nee, verrassing, ik ben er toch. Ja, ik word sorry, met ik heb een interview. Een vraag. Ja? Vraag. Ja. Pinocchio, waarom bent u... gaat het nog goed met uw knie, met die bout? Ja, die schroef, die zit er inmiddels weer in. Oh, ja, daarom was ik even weg, want ik had het even zeg maar op de tafel gelegd en toen gingen ze zo... En nu doet hij het weer wel. En Pinocchio, steek je vaak je neus in andermans zaken? Nou... Niet heel vaak, maar ik vraag af en toe of dat oké is. Eigenlijk was hij oké. En dan steek je maar gewoon in. In andermans zaken. Ja. Ja? Ja? Ja, vind ik leuk. Ja.
Dit was het einde van de Nightmares interview, denk ik. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Like en abonneer. Ga je het samen zeggen? Oké, wacht. Wacht even. Dit wordt heel goed. Oké. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ondertussen bedankt voor... Ja, we hebben hem! Oké. Oké. Hans begint te knorren. Oké. Wacht. En ochtends een snoepje. En s'avonds een poepje. Ga je zelf bedacht. Wij kunnen al rijmen. We hebben al geleerd. Ik vind het top. Wij gaan weer verder, denk ik. Nou, tot snel. En van die Nightmares Scare Zone gaan we naar het nieuwe restaurant. Food come in. Yummy, yummy. Yummy. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ook. Ziet er wel mooi uit van buiten. Oh, dit is wel heel erg netjes. Het heeft een beetje een kitsch sfeertje of zo met het roze. Zo, wat zit je nou met de kanen? Een rappie. En een mooie beker van Bali ook. Lekker man. Het ziet er echt wel heel goed uit hier. Zo, we zijn wat aan het bestellen. Wat was dat? Frappuccino? Caramel. Frappuccino met slagroom. Ja. Dan gaan we naar Tangled Wix. We merken al dat het al een beetje drukker wordt in het park. Dus we gaan natuurlijk even kijken naar de zones. Want er zijn nog genoeg dingen om te ontdekken. En ze zijn bezig met fotoshoots. Ik zie een paar keer het team van Walibi staan. Ja, van de website, dat is leuk. Het ziet er echt zo gaaf uit, hè? Gewoon donker. Allerlei karakters weer. Hier takjes aan het verzamelen. Hoi! Ik krijg een boeketje. Nou, als jij daar bezig bent, kijk nog even verder. Wat moet ik iets ondertekenen? Wat van mijn moeder mag. Van mijn moeder. Mijn moeder staat rechts van u. Mijn moeder. Mama, per hier komt. Jij moet iets ondertekenen. Waar is het voor? Kijk eens. Weg met de buren. Ik ben gewoon gestolen. Kijk, ze heeft er drie. Ze steelt van alles. Oh, ze steelt. Oh. Maar kan ik dan voor jou tekenen? Dat zei dan. Stil nooit. Maar dan heb ik steeds nodig. Nee, echt niet. Oké, die mag ik hebben. Nee, maar die mag je niet tekenen. Welke moet ik nou tekenen? Die of die? Maar rood is mooi. Natuurlijk, zwart, nee. Weg met de buren, weg met de buren. Dan mag het ding niet meer met mij, Ben. Griesam, anders mag je niet meer met Coco spelen. Wat kijken voor dan? Wat gebeurt er dan? Dan wil ik wel een spelletje met je spelen. Dat is goed. Ja? Oké. Steenpapier, schaar. En als ik win, dan tekent u. Oké, is goed. Ja? Ja. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Maar drie keer. Nee, dat heb je niet gezegd. Mag ik nou tekenen bij de vrouw? Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee? Wil jullie tekenen? Nou, vrouw, ik teken gewoon bij jullie. Ja, ze kijkt niet. Ho. Je moet echt goede pennen, hoor. Dit is niet handig om te tekenen. Die pen doet het niet. Kijk, toch wel, oké. Gewoon Vincent zetten? Kijk, die als dat uw naam is, dan wel, ja. Ja, zeker. Zo, dank wel. Alsjeblieft. Ook voor jou dan doen? Dan ben je neutraal, hè? Ja, maar dat is beter. Ik kom in vrede. Alsjeblieft. Goed toch? Beter wel, hoor. Ja. Ja, is heel mooi, origineel. Heel klein ook. Het is handig als je dat op een papier moet tekenen. Ik sta neutraal. Ik heb bij jullie andere buren getekend. Ik zeg een handtekening. Wat dan? Oh, dat is mooi, ja. Oh ja, ja. Is dit nou familie van jou dan? Of? Nee, het zijn onze huisdieren. Nou, deze is echt van hen, maar ja. Oh, je ook van jullie? Oh. Ja, die vinden iedereen leuk. Ja, die wil wel heel graag van jullie weg. Coco. Echt een rotzooi. Okay. Boren, jij verstaat die taal wel, denk ik. Jazeker, kijk, ja. Ik heb hele goede vrienden. Je hebt goede vrienden gemaakt. Ik laat jullie wel alleen. Komt wel goed. Ik heb in ieder geval getekend. Kom maar. Ik word afgevoerd. Ja, maar kijk. Nou, het is mijn tijd is gekomen. Ga nou maar even voor dit raak staan. Oké. Okay. Hey. Nou? Ja. Hier? Kom hier. Ja, komt ie, hè? Luister heel goed. Hallo. Zee!
goed gelukt. Heel afgekoeld. Nu moet ik ondertekenen, heb ik al gedaan. Ja, ik ben nat. Oh ja, doe maar. Ja, ja. Ja, dankjewel. Ja. Peter, dankjewel. Super. Ik heb getekend voor jullie. Oh, ja. Ja, ja, voor jullie allebei denk ik wel. Oké, pak het daar. Getekend. Hij is goed af. Gaat het goed? De buren zetten ons huis in brand. Ja, maar ik heb getekend, dus dat zal snel afgelopen zijn. Oh, getekend? Ja, voor jullie. Getekend. Ja. Heel ja, goed, heel goed. Goed, hè? Nou, succes. Maar ik ga toch gewoon terug. Hoor. Ja, snap ik. Ja. We zetten hun huis in brand. Nou, er zit nog steeds water in mijn oor, geloof ik. Maar ik ben wel afgekoeld, gelukkig. We gaan naar het volgende gebied en dat is ook weer een zone. Want Us vs. You heeft dus ook een hele zone. We gaan naar de zone Ghostly Graveyard. En daar zijn ook weer van die hele enge wezens als in dood en verderf. Hallo. Ik kom op bezoek. Op bezoek? Oh. Ja, is dat goed? Zeker op bezoek, zeker weten. Ja? Wat is de reden van het bezoek? Wat was de reden? Familie van jou lag hier, toch? Ja, we komen even. Ja. Laat even zien waar daar waren. Ja, volgens mij even kijken. Ja, ik moet wappen denken natuurlijk. Heb je het gevonden? Ah. Oh, professor, ja, dat is een. Ja. Psycho? Mortis, de real psycho, ja. Ja. Ja, zit in de familie. Ja, is dat de enige die u kent hier? Ik ken er vast nog wel meer, maar dit is het belangrijkste voor nu. Ja, waar is hij aan overleden? Nou, hij deed allemaal die experimentjes. En toen ging er wat bij elkaar en dat ging niet goed. Ja. Poef. Ja, poef. Ja, hij was ook gelijk weg. Kijk, daar zweeft iemand. Dat kan wel, ja. Oh ja, daar. Ja, ja, daar ging hij net even voorbij. Liggen hier bekenden van jullie? Ja. Ja, oh, ga je even rondleiden. Tante Truus. Ach, Truus. Tante Truus. Oh. Ja, Tante Truus is een unieke in haar soort. Ja, ja wel kieskeurige geloof ik, als ik het zo zie. Ja, ja, maar ook... het was zo'n heel uniek persoon. Ja? Tante Truus had een heel bijzonder beroep. Oh. Zo'n stuntvrouw. Oh. Ik dacht ze kan goed stil liggen. Oh, tegenwoordig kan ze dat. Ja. Tegenwoordig wel. Maar vroeger kon ze echt niet stilzitten. Nou, heeft u haar gekend? Ik heb Tante Truus gekend. Ja, kort. Heel kort. Oké. De laatste stunt. Blij dat ze... Ja, de laatste stunt werd een fataal. Ja. Dat was geen publiek. Het was de happy end. Oh nee, geen happy end dan. Nou, ze deed wat ze leuk vond. Dus Toch wel. Ja, een beetje happy end. Ja. Eén klap was het ook wel gelijk gedaan. Ja. Tante Truus, haar laatste stunt was de windmolen. Oh. Vastgebonden windmolen, knoopje niet helemaal goed, touw kapot. Oeh, en daar vliegt ze. Nou, dag Tante Truus. Ja, Tante Truus, rust in vrede. Ja, komt helemaal goed. Dan weet je het, als je hier loopt, Tante Truus ligt hier. Ja. Dat is een heftig. Ja. Ja. Even buiten. Ja. Nou, kunnen we weer gaan. Ja. Nou, dat is een mooi afscheid, toch? Zeker. Een waardevol afscheid. Ja, voor zowel de professor als Tante Truus. Ja. Gaat goed? Maar je kan niet praten, hè? Ik begreep zoiets, ja. Maar je bent niet aan het opgraven, hè? Moet ik even meekomen? Oké, is goed. Ik word meegenomen, en... Daar? Ga ik de goede kant op? En waar moet ik nou in dan? Moet ik daarin? Ja, hallo! Ik denk dat het... Dit voelt wel relaxed. We worden uitgezwaaid hier, we krijgen hem niet meer terug, denk ik. Ja, maar dat is oké. Blijven. Nou, er komt de zone voorbij. De freaks van Us vs. You. Zo, kijk hoeveel hier lopen dan. Allemaal de crew, Us vs. You. Jeetje man, enorme zon hier ook gewoon. Heel vet. En de nieuwe zone heet Dystopia. Ja, Hessel vertelde mij dat het vroeger dus Festival Freaks was Eddie's Area.
En dat is nu omgetoverd, toch? Nee, dit was het eerste Festival of Freaks. Oh, ze hebben het gehouden. Het was volgens mij eerst het Circus of Freaks. Ah, kijk. Dus het is geen circus meer. Helaas. Het is nu een festival. Maar we komen nog eerst bij onverstaanbare inwoners hier. Ja. Hier bij Das. Ja, zoiets. Geen idee wat ze doen. Een beetje brabbelen. Ja, up! Hey, Jatta! Deo! Jatta! Deo, Jatta, oké! Jatta, even op! Oh, Dio, dronk, kabalo! Oh! Hallo! Kabalo, oh jee. Doe je mee, Essel? Blijkbaar. Van welke cult ben jij nou weer? Klikkie, klikkie. Klikkie, klikkie, oké, pa, Picasso. Essel, help me, Essel. Picasso, ga je me natekenen? Picasso, en talent? Dio. Essel, jij moet dan even voor me opkomen. Ja. Je moet me even pakken weer. €5. Ze gaan natuurlijk verkopen. En nu? Dan ben ik mijn pas kwijt. Oh, we hebben hem weer. Oh, wat goed. Ja, maar hij is wel aardig, toch? Soms. Pang. Wacht even, voordat je wat tekent, is vragen wat de algemene voorwaarden zijn, Essel. Wat zijn de algemene voorwaarden? Daar ben ik. Ja? Weer op. Ja? Lila. Oké, klinkt duidelijk. Dat zou ik wel tekenen, ja. Maar jij krijgt 30% van de winst, denk ik. Zou ik dan doen? Ja, 30%? 5? Na mij. 5%. Na mij. Oh. 5% van de winst, Essel. Oh. 50%. Heel bijna. Handtekening maar. 0,05 van de winst krijg je. Oh, nou kijk, als ze dat nou verdienen op een avond hier. Dat ze hier verdienen, dat wil ik best wel verdienen. Ja, dat snap ik. Maar een aparte cult hier ook. Maar ik heb in ieder geval mijn paspoort teruggekregen. Oh, je hebt hem? Ja, ik heb hem terug. Yo! Nou, inmiddels is het 3:00 en de zon gaat open. Ik ben erg benieuwd hoe dat eruit ziet. En als het goed is, om 3:00 kan je ook naar binnen. Mocht je kaart hebben voor een nieuwe spookhuis. Het kost €15,50. En ik ben benieuwd of dat je geld waard is. Maar wij hebben allemaal een ticket rond 9:30, geloof ik, in de avond. Dus dan kunnen de acteurs een beetje warm draaien. Ben je klaar om de spelling te gaan spelen? Ja, om 9:30. Oh, dat heb je nog even. Ja, hè? Kun je nog even oefenen met rennen? Hopelijk. Oh, nog een nieuwe kandidaat. Heb je er zin in? Ja, nu lach je nog, hè? Nu nog wel. Ik vind het heerlijk. Er is hier nog een shoppie. En ik weet niet of ze merch hebben van de nieuwe attractie. We kunnen even gaan kijken. Nou, ze hebben regenjassen. Die zien er op zich al heel cool uit. Ze hebben daar nog hoorntjes en allemaal kleuren. Halloween petten. Oh, dit is oprecht wel echt een heel vet truitje. En natuurlijk officieel van Bali. Ook nog shotglaasjes. Wijnglas. Bizar. Ja, en in dit gebouw staat dus het hele spookhuis. Us versus you. Vanavond gaan we hem checken. 5 jaar geleden ging op de foto. Superleuk. En zo lang volg je mijn kanaal al. En dankjewel. En je gaat over 10 minuten naar deze spookhuis. Ja. En wat ga je verwachten, denk je? Een beetje ongemakkelijk van de spook. Ik denk dat ik vooral achterna gezeten ga worden. Maar dat past wel goed. Ja, ze zijn echt... Rennen! Ja, dat dus. Ja. Nou, veel succes. Ja, dankjewel. Nou weer. Ik ruik je naar de dood! Nou weer. Eindelijk! Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de openbare veiling. Openbare veiling? Deze meneer hier gaat straks vrijwillig in onze nieuwe spelshow. Ash versus You. Ah, wat knap van hem, hè. Hoe gaat het je? Heb je ook spieren? Laat het wat zien. Ja, laat het wat zien. Ja, Laat mij even zien wat ik kan. Push-ups. Oh, lekker, lekker, jongen. Ja.
zwaar. Hey, we beginnen bij een schappelijke 5 miljoen. 5 miljoen? Ja, voor meneer. Iemand naar de 7. Wij willen hem even zien huppelen. Huppelen? Ja. Huppel, van de ene kant naar de andere kant. Hey, lekker. Zeg als je nou ook even mee. Ja, maar ik heb een kennis ook. Ik ben blij dat je zelf kennis hebt. Dat is fijn. Portemonnee. Maak je er 15 miljoen? Ja, kom maar. Hoi. Hey. Helemaal 20. Ja, niemand. Oh, meneer. Help niemand, jongens. 40 miljoen, maar dan. Wat een bot. Iemand voor 45. Oh, doe maar 50. 50? Ja, met een bier omhoog. 60. Ja hoor, kom oh. Maar door. Hij is van mij. Hoor, iemand naar de 70. Ik kan het niet betalen, jongen. 75 miljoen. Ik ben het zat. 100. 100 miljoen? 100. We beginnen met een hoogbod vandaag. Ja, daar heb jij niet van terug, hè? Nee. Iemand nog hoger dan 100? Nee, natuurlijk niet. Helemaal. Ja, dan je verkocht! Ja! Succes, hè? Ik ben heel erg benieuwd wat je gaat. Ik sta hier met Jarno en hij is al binnen geweest in... Ja, ik mag niet zeggen spookhuis, de sadistische tv-show. En hoe was het? Ja, hij is echt heel vet. Ja? Hij is echt heel vet. Beter dan alle andere spookhuizen? Ja, ik heb de andere spookhuizen nog niet gedaan, dus ik weet het nog niet. Dan is deze beste dan. Ja, ik vind deze wel echt vet, ja. Is die een beetje eng ook? Ja, ik vond hem best wel meevallen qua engheid. Misschien qua beleving beter. Ja, soort van Now Your Mind was het. Oh, Now Your Mind, Toverland. Ja, oké, nou we gaan het zien. Ja. Dankjewel Jarno. Ja, dat was een leuke beschrijving van Jarno. Wat gaan we verwachten? Ja, nou ja, wat ik heb begrepen is het een beetje Squid Game-alike. Dus de rijken tegen de rijken die betalen zeg maar veel om de armen te zien lijden. Was bij Hostel ook, dan betaalden ze voor de martelingen. Ja. Beetje een bijzondere film en vooral in part 3 van Hostel vind je dat goed in terug. Ja, en we gaan het zien, 9:30. Ja, kom maar goed. Ja. We gaan nu naar Goliath, dat wordt mijn tweede attractie vandaag. Wordt al tijd, het is inmiddels 3:30. Ja, dan mag wel even een achtbaantje. Ja, het is ook niet heel druk, de langste rij is momenteel een uur. Ja. En daarna is het een half uur bij de rest. Oh, dat scheelt. Dat valt mee. Dat valt echt wel mee. Je kijkt een beetje depressief, chagrijnig. Dat komt, ik wat zie. Wat nou weer? Nee, niet jatten. Oh, Eddie. Oh, die naam mag ik niet zeggen. Nee, sorry. Ja, die is vervelend. Weet je wat hij zegt? Raquel! Op dit moment moet je goed van ver gaan. Zij houdt van aandacht. Oh. Dus alles wat met beeld te maken heeft is fantastisch. Oké. Vooral even... Goed, een close-upje. Zo, nou, die is wel heel close. Vind je dat niet tegen? Ah, dat zij is een verboden woord! En... Oh, iets meer. Nee. Nou. Dat niet goed! Dat niet doen! Nee. Waarom doe je dat aan mij? Mijn gezicht? Mijn gezicht is veel te mooier. Kijk, laat deze kant zien. Dat niet goed. Wat heeft hij jou... Wat heeft jullie misdaan? Dat is niet zo fijn eigenlijk. Ons misdaan? Ja! Ons misdaan. Ja, nee. Hij heeft misdaan. Oh, weet je trouwens? Weet hij niet misdaan? Weet je trouwens? Weet je trouwens dat er een kakkerlak 9 dagen tot hoofd kan en nog kan leven en daarna pas doodgaat? Oké. Okay. Mag ik even zeggen? Goeie info. Oh, maar ja. Waarom haten jullie die ene clown? Ik zal zijn naam niet zeggen. Dankjewel. Nu kan ik weer rustig worden. Ik werd helemaal ontspannen. Nou ja. Wij hier school. Hier school. En opleiden en, om in deze team te kunnen komen. En dan maar toch niet die. En dan zijn wij de. Niet op die. En dan zijn wij deze beste monsters. Deze is ook veel beter. Echt. Maar jullie maken toch wel heel veel kans. Jullie maken veel kans, toch? Nou, ja. Ik toch. Zal ik een goed woordje doen? Nou ja, bij dat is ook niet slim. Ja, jij moet doen bij deze. Ja? Oké, dat is als ik het tegenkom. Maar jij kent deze. Ja. Jij ook, zie jij daar? Oh, misschien zit het wel. Misschien zit het wel. Daar, laat zien. Ja, dit beeld. Ja. Hey, Daisy! We zijn heel erg blij dat deze meneer dit aan jou wil laten zien. Ja. Want zoals je weet, we zijn een opleiding om in jouw team te komen. Om jouw monster te worden. Hier,
Ja, we zijn al heel goed bezig. We zijn ook bezig met productie voor onze musical. Oh, ja. Scream High High School Musical. Ja, toch? Ja. Boom 3. Maar wij zijn hoofdrolspelers. Nou, zo snel. Aangenaam. Raquel. En Victor. En Mire. Ja. Het gaat goed komen. Als ik het zie, Nou, we hebben VIP-plekken voor je geregeld. Dag! Hoi! Hoi! Is dat schoon? Nee. Nee, ik probeer het schoon te krijgen, maar het is een beetje moeilijk. Oh. Ja, er ligt wel veel. Er ligt wel veel, maar je hebt al een beetje hoopjes, zie ik daar. Dat is absoluut waar. Er is nog hoop. Er is nog hoop. Ja. Er is altijd hoop! Goed hoor! Ja, toch? Nou, ik probeer een beetje dit schip over te nemen. Het schip overnemen? Oh. Balinghoeland is een rookvrij park. Hou even je kijk, dan praat wat makkelijker, hè? Ja, precies. Maar je probeert een... Even aan de kant gaan. Moet je even aan de kant gaan. Moet je even aan de kant gaan. Ja, wat zeg je dan? Wat zeg jij? Ja. Niet op een voet. Nee. Maar hij gaat het schip overnemen, dus dat is misschien belangrijk. Ja, maar of mag je eigenlijk hierboven blijven. Ja. Oh. Want jij komt naar beneden, dat gaat makkelijker. Maar als het dus nu naar beneden gaat, dan gaat zij naar boven en dan ben ik het schip kwijt. Ja, blijf dit is al ons schip. Blijf dan maar, ja, dat komt goed. Want we hebben wel mooi ons vlag. Nou ja, hij hangt wacht. Ja. Oh, jullie vlag ziet er niet uit. Nee, ja, ja, het is beter, Ik moet helemaal niet weg. Weet je, die piraten stinken ook gewoon een beetje. Ruik je het ook of niet? Of piraten stinken? Ja, die stinken enorm. Ruik je het zelf niet, of wel? Nee. Misschien ruik je het zelfs door je eigen nootje heen. Of anders. Nou, jullie gaan ruzie zoeken. Ik laat jullie met rust. Ja, we gaan door. Wie is ruzie? Nee, maar... En hoe ziet die eruit? Wie? Ruzie. Wij moeten ruzie zoeken. Dus hoe ziet eruit? Kort kapsel, pittig kort kapsel. Moet jij zelf eens kijken. Ja. Ja, precies. Het is eraf een beetje. Ja. Maar zien we jullie trouwens om 5 uur bij de... Met Monsterbal? Nou, Monsterbal. Als jij er bent... Ik ben erbij. Dan zie je ons. Ja. Oké, dat is goed. Maar of het nou een feestje is... Tot 5 uur. Dat weet ik niet. Ja, natuurlijk wel. Gezellig. Ja, dan moet je maar afwachten. Ja, dat is waar. Ja. Nou, tot dan. Ja. We kwamen aan bij Festival of Freaks. En daar was een show bezig van De Spiegelman. Zo wordt hij dus ook genoemd. Rolf! Ja, daar zijn we weer. We zijn er weer. Ja, ja. Het wordt tijd voor Villa. Ja. Want die is al open. Ja, het klassieke spookhuis van Walibi. Eigenlijk wel, ja. Al zoveel, 15 jaar langer zelfs. Hoe lang is het? Volgens mij wel. Zoiets. Echt heel lang al. Ja. Maar ze hebben een aantal dingen veranderd. Elk spookhuis heeft een kleine aanpassing. Ja, en wat die aanpassing is, een scène, een nieuwe scare, dat gaan we ontdekken. Ja, want bij de Villa doen ze ook elk jaar het vernieuwen. Letterlijk elk jaar. Omdat er natuurlijk elk jaar nieuwe horrorfilms uitkomen. Tuurlijk, uiteraard. Andere horrorfilms. Zoals toen It, was een hele enge scène. Ja, die was heel goed. Oh, die was zo spannend. Beetje op het einde. Maar we gaan het zien op naar Villa. Ja, let's go. Eerst even naar de wc, anders ga ik weer poeplast eruit. De Villa. Kijk of ze mijn kaartje willen doorknippen. Goeiedag. We hebben een afspraak. Een afspraak? Ja. Komt voor een auditie? Ja. Ik zeg wel over jou. Hebben jullie enig talent? Verborgen. Verborgen? Ja, nog niet ontdekt. Kansloos. Ik wens je in ieder geval heel veel sterkte. Dank u wel. Hij heeft wel talent. Ik wilde net zeggen. Welk talent dan? Ook, ja, weet ik nog niet. Ja, ik wil wel wat zeggen, maar er kijken jonge kinderen, dus... Succes in scène 5 in ieder geval. Dat is wel nodig. Scène 5? Voor jou wel scène 3, denk ik. Spannend. Scène 3? Scène 3, ik leer er gelijk uit, denk ik. Scène 5. Ja, maar wat Rolf zei, elke keer vernieuwing, omdat er inderdaad elke keer nieuwe films komen. Ja, dat is wel waar. Dus ja, scène, had ik scène 5? Oh nee, Hessel had scène 5 of zo. Anouk en Hessel had scène 5. Oh, oké. Fijn, oké. Ik licht er bij 3 uit, jongens. Ja, we gaan het zien. We kunnen helaas niet filmen, maar we zijn zo weer terug. Man, wat was echt heel heftig. Er waren echt hele toffe scènes bij van Chucky, Jason kwam voorbij van Vrijdag de 13e. Ja, en het was gewoon echt een show waar je in zat, maar allerlei filmscènes. Super gaaf, super eng en een paar keer heel goed geschrokken. Mooie props ook, mooie decoratie. Dit is echt een fantastisch spookhuis. En ik heb lang geleden ook deze heb gedaan, dus het was echt de moeite waard om weer het te doen. De laatste scare die kreeg eigenlijk Rolf, maar ik vloog 3 meter in de lucht. Ik hoorde jou zo hard
hard gillen, hè? Ik ben volgens mij dat huis uitgerend. Maar heb je deze al eens gedaan? Ja, lang geleden, volgens mij 2 jaar geleden. Hij is mooi, of niet? Ik vind hem mooier dan dat ik hem 2 jaar geleden vond. Maar dat komt misschien ook omdat ik meer horrorfilms heb gekeken, onder andere met jou. Ja. En dan herken je ook dingetjes. Ja, ja, ik vond hem goed. Ik heb hem lang niet gedaan, dus... Ik denk de laatste keer is echt 2019 geweest voor mij. Het is echt gewoon nog steeds de kwaliteit hoog deze. Ja, ik kon me er niet veel meer van herinneren. Dus het voelt weer een beetje als een nieuw spookhuis. Voor mij dus ook, ja. En wij werden zeg maar met z'n tweeën met twee anderen naar binnen gestuurd. Maar die liepen, ik zag al meteen in de eerste scène, die liepen heel snel. Dus ik zei, we lopen even langzaam. Creëren we afstand, krijgen we scares. En dat werkte. Dus dat is een tip voor mensen die dan... Hè? Maar dan moet je wel iemand hebben die angstig voor je loopt. Ja, nou ja, hun liepen gewoon heel snel erdoorheen. Ik dacht, ja hallo, dat ga ik niet doen. Okay. Maar ja, hij is top, top. Echt top. Ja, hier achter mij is dadelijk een monsterbal. Om 5 uur komen alle karakters van alle zones samen. En hier sluiten ze dan iets af. We gaan het zien, ik ben benieuwd. Het is lekker druk. We gaan bijna beginnen met mijn monsterbal. Toch mijn monsters. Wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is tijd voor het Halloween Spooky Days Monsterbal. Nou, er ontbreekt alleen nog één afschuwelijk lelijk monster. Maar nu die er toch niet is, heb ik misschien een ideetje. Daisy, ik ben er! Let op, kleine monsters. 3, 2, 1. Nou zeg, ik stond enorm te schrikken. Zo hoort het ook met Halloween. Tijd voor een groot monsterbal. Techniek, start je muziek maar. Hallo Gietje. Ja. Hoeveel panorieën zitten erin? Drie. Nee. Ja, ik dacht het voor je. Glutenvrij lactose. Ja. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel Daisy. Dankjewel. Is dat niet voor mij? Wil je hem houden? Ik wil hem heel graag houden. Ja? Ja. Dat was nog over, gelukkig. Ja, wie wil er nog meer een handtekening van deze? Van deze? Oh. Serieus? Die gaan we verkopen op Pinterest. Voor heel veel geld. Mag je hier naar? Ja, die gaan we verkopen. Ja, ja, kom. Er werden wat mensen op het podium geroepen en die konden dan een move doen. En in dit geval Michael Jackson op de achtergrond, de moonwalk. Lieve mensen, wat ik net zei, straks aan het einde van Spooky Days gaan we met z'n allen één dansje doen. Alle monsters doen mee en wij gaan het dansje nu even aan jullie leren. Want dan kunnen jullie natuurlijk ook allemaal meedoen. Ja, dit wordt lastig. Okay. Ik zie mensen denken allemaal. To the right. Oh, nee. Het is gewoon een stapje. Oké. Let's do the time. Goed zo! Goed, een groot applaus voor jezelf! Nou, iedereen komt samen, alle freaks. En er gebeuren allemaal dingetjes dat ze denken van, oh, het zal wel goed zijn. Het is heel leuk, de interactie. Ja, leuk! Ja, goed. Oh, nee. Oké, het is klaar! Doei! Oh, dat bedoel. En als je daar dan staat, dan besef je en realiseer je pas hoeveel karakters er wel niet rondlopen in Walibi. Zo verschillend, maar zo leuk. En vooral ze allemaal gaan dansen op de muziek van Michael Jackson. Ja, na dit feestelijke bal en natuurlijk onder de poortjes doordansen, werd het tijd voor de Fright Nights. En geloof me, dat wordt weer griezelig. Rond 6 uur verdwenen alle goedaardige freaks en werd het dus tijd voor Fright Nights. Niet zo snel, oké. Okay. Dat het niet gerend mag worden met dit. Ja. Kijk, dit is goed, kijk. Dit is goed. Joe! It is now 6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have begun. It's time to seek immediate shelter or run for your lives. Cheers to fears. Come together.
over me. Met een hele toffe introductie van Eddie de Clown. Ik heb de show niet helemaal afgekeken, want het werd tijd voor spookhuizen bezoeken. Hoe was Kliniek? Heftig. Hij was echt heel erg heftig. Dat was, er was één scène, daar was ik niet helemaal op voorbereid. Die hakte erin. Ik denk dat het bij mij hetzelfde was, want ik zat ook met halve tranen in mijn ogen, dan kwam ik eruit. Oh, bij mij zat ik met tranen. Oh, oké. Maar ik heb hem gedaan en ik kwam eruit. Daar was gelukkig Rolf die stond me op te wachten. Het is een beleving. Het is een experience wat voor sommige mensen denk ik ook behoorlijk dichtbij komt. En ja, een onderwerp wat niet, ja, het is heel raar. Niet te veel besproken onderwerp. Niet te veel besproken onderwerp wat je hier heel dichtbij kan meemaken. En daar moet je wel psychisch een soort voorbereid op zijn. Ja. En dat was jij niet, denk ik. Nee. Maar, je hebt het overleefd. Ik heb het overleefd, ik heb het gedaan. Ik heb niet het codewoord geroepen. Ik denk, we gaan dit gewoon doen. En het is een experience wat je één keer in je leven wel gedaan moet hebben, denk ik. Het wordt tijd voor het volgende spookhuis, Jefferson Manor. Nou, we gaan natuurlijk goed gebruik maken van de ritpas. En dan gaan we zien wat er is veranderd in dit spookhuis, Jefferson Manor. Wat is dit nou? Dinner experience. Ja, blijkbaar zit je dan in een caravan en dan krijg je zeg maar eten erbij en dan wordt het eten geserveerd door characters. En die doen dan ook nog wat engs waarschijnlijk? Zoiets, ik denk het, ik heb geen idee. Maar is het lekker eten of krijg je hersenen en kippenpoten met bot en alles? Geen idee, het is best duur, volgens mij 65 à 70 euro. Dus dan krijg je wel een hele toffe ervaring. Ja, dat is waar. Op een unieke locatie. Ja, je zit in een caravan midden in het spookhuis eigenlijk. Oh? Tenminste, ja, het spookhuis gaat natuurlijk, de Camp of Curiosity gaat in een cirkel. Ja? En in die cirkel staan die caravans. Die heb ik gezien, ja. Ja, dat zie ik nu, want ik zie nu dan Dinner Experience daarin. Wauw, misschien ooit een keer doen, want dat is leuk. Ja, toch? Als we honger hebben. Ik zie Hessel zelden schrikken, maar gillen dat we samen deden. Ze hadden me goed te pakken. Echt. Zoveel acteurs in dit huis. Het is echt bizar. Uit elke hoek komt er wel eentje. Ja, en op het einde van echt drie stuks of zo. Ja. Boven je zijkant, andere zijkant. Niet normaal. En ik zei nog Hessel, het is zo mooi hoe je gestuurd wordt in het spookhuis. Met lichteffecten en met props. Ja, dit is echt zo fantastisch. Ja, echt mijn hartslag, dat ging even wel dat maakte wel een piekje, zeg maar. Ja, als je gaat vragen van wat is nou vernieuwd? Ik weet het niet meer. Er is zoveel om te zien. Ik onthoud gewoon allemaal. Ik kom ook niet heel veel meer herinneren, want ik heb het huis een heel lang geleden voor het laatst gedaan. Maar ik vond het echt heel goed. Ja, misschien met die lichtinval dat iets nieuws was met die slangetjes of zo. Ik weet het niet. Het is, op het algemeen is het gewoon heel erg netjes. Het is gewoon een heel gezellig spookhuis. Dat. En als je zorgt dat je ook een beetje langzaam loopt, waardoor je alles goed hier kan opnemen, perfect. Klasse. En ik zeg misschien heel snel, maar Walibi heeft echt top spookhuizen. Absoluut. Echt niet normaal. We gaan snel naar. Welke nog meer, joh? We hebben er nog twee. We hebben Psycho Shock en Camp Curiosities. Maar die is wel leuk in het donker. En dan gaan we die doen. Maar het is nog een beetje licht, hè? Ja. Scarezone tijd. En hapje. Komen in nightmares terecht. Once upon a time. Het boek is gewoon nu geopend. Wat gaaf. Allerlei hele bijzondere figuren hier ook. Disco. Een silent disco. Verstaan je niet? Oh, oké, verstaan me niet. Ja, een silent disco. Superleuk dat ze dat hier hebben natuurlijk. Volgens mij komt het elk jaar weer terug. Ja, je weet niet wat ze luisteren, maar het zal geen kabouterplop zijn, denk ik. Nou ja,
Niks tegen kabouterplop. We komen aan bij de piraten en het is helemaal overgenomen door hele enge piraten hier zo. Ja. Echt fantastisch. Die aapjong op het einde was echt een horroraap. Echt niet normaal. Genoten. En toch een hele andere setting. In het donker is al anders. Ook heel veel figuren. Het zag er echt fantastisch uit. Dus ja, ook weer een waardevol spookhuis. We gaan naar de volgende, want we hebben nog eentje op de rippas. En dat is Psycho Shock. Ghostly Graveyard. Ik heb geen idee. Kom alleen maar rook op af en wind. Ja. Vrede op. Doe nou. Maar ik ben niet lekker genoeg, hè? Ja. Ook jou. Ik hoop je een beetje van mijn lol te werken. Doe dan wat. Vreed dan. Of ga je grap in? Ze luisteren niet zo, hè? We hebben die zooi nu. Nou, dat komt goed. Kunnen ze niet. Succes ermee. Ja, nou, ik maar dan. Ik moet niks verder mee. Ik vind er een zak maar aan. Ik weet niet meer hoe Psycho Shock was. Was dat ook een huis of zo? Nou, ik zei het toevallig net tegen Anouk. Ik zeg, ik weet deze niet meer. Toen zei ze dat het over een mentaal hospital ging. Ik ja, weet hem weer. Ja, ik weet hem weer. Juist, ja. Ja, ik weet hem weer. Ja, precies. Er stonden van die dames, die waren helemaal een beetje gek aan het doen. En onder de medicatie en met knuffeltjes. Gekhuis. Ja, gek aan, met knuffeltjes in de hand. Nou, we gaan het meemaken. Psycho Shock. Okay, goed. Hi. Come on. Hallo. Hallo! Wat gezellig! We zijn er weer! Jullie komen voor het feestje? Ja. Ja. Althans, feestje. Wie is er jarig? Ik! Nou, gefeliciteerd! Ja, dank je. Hoe oud ben je geworden? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, vind ik alleen maar lekker. Ik ben namelijk net ontsnapt, zie je dat? Ik heb toch de jas aan. Ja, ik zie het. Je hebt een konijntje mee. Ja, dit is Ronnie. Ronnie? Waar zijn zijn oren? Is die ook flex? Of, flex? Ja. Wat is dat? Ja, gewoon flex is die stoer. Of, Oh ja, maar jij vroeg waar zijn oren waren, maar ze zijn opgegeten door mijn broer. Oh, wat jongen. Hij ziet er wel heel grappig uit. Ja. Vind je? Ja, zijn tanden zijn kapot, net als die van mij. Oh ja, ja, nee, komt overheen. Dat gebeurt. Maar leuk, maar waar kom je voor? Want je hebt vast iets. Want je nou ja, we hebben een pasje gekregen en daar willen wij eigenlijk gebruik van maken. Ja. We stonden maar op je dat komt toch bij de dokter? Ja, maar dan moesten we ons hier melden, stond er. Bij de dokter. Ja, je hebt de afspraak, vraag ik dus. Ja, blijkbaar. Ik wist het niet zeker, maar we hebben een afspraak. Wat goed, maar wat heb je? Waar heb je last van? Van hem. Oh. Ja, ik van hem. Ja, ja, oh, altijd zo. En jullie zijn vrienden van elkaar? Ja, nog wel. Nog wel. Nee. Dan moeten jullie niet jullie handen vasthouden straks. Hou je van vuur? Zeg. Anders smelt je aan elkaar. Dan moet je niet willen. Jullie mogen naar binnen. Dankjewel. Veel plezier. Veel plezier. Doeg. En dan het ene laatste spookhuis is dit. En dan gaan we dadelijk naar Us vs. You. En ik hoor een aantal mensen zeggen dat het heel mooi is. Dat het heel anders is. Ah, ik ben echt nieuwsgierig. Ik ben echt nieuwsgierig wat Walibi heeft gemaakt. Russell, hoe vond je hem? Ik vond hem best leuk.
Het ruikt eigenlijk heel vies, heel medisch ruikt. Ja, dat, maar ik vond het ook wel weer lekker of zo. Nou, dan ga jij maar lekker hier dus de hele dag zitten. En ook naar verbrand. Verbrand, ja. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik vind het wel een leuk spookhuis, maar de scares vond ik een beetje iets minder. Iets minder. Ze waren iets te voorspelbaar. Dat had ik bij de andere huizen niet. Nee, klopt. Dus ik mee eens. Dus ja, ik vond hem heel leuk, maar wel de wat zwakkere, zeg maar. Ja, klopt. Dus deze mag nog misschien een kleine upgrade gebruiken. Ja, vind ik wel. Want gewoon de setting even is tof. Een frisse wind er doorheen. Ja. Maar. En nee, geen windje, maar gewoon een wind. En we gaan nu dadelijk naar het nieuwe gebied. Ja, Dystopia. Ja, half uurtje, dan hebben we, ons spookhuis. Laatste spookhuis. Zin in, hè, of niet? Ik ben er best wel hype voor. Je hoort heel veel mensen hier om je heen als beste, wat hier is beste. Dus de lat ligt ook. Ja, dat. Zijn we er klaar voor? Ik ben er nou eindelijk klaar voor, ja. Eindelijk. Ik kan niet wachten. Nee, en je laat mij wel wachten. Dat is heel slecht voor je. Ja, sorry, maar er waren nog meer zones. Ja, want dat is niet mijn probleem. Nee, dat klopt. Ik bedoel, dit is het meest belangrijk. Die komt tenminste voor mij als rijke. Toch? Ja, 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 ja. Goede antwoord. Dat is een mooi begin. Hebben we nog een beetje energie in het lichaam? Nee, maar voor dit wel. Oei, ik hoop wel dat je nog kan rennen. Ik, ja. Anders word ik geveld. Nou ja, ik weet niet of ik mijn geld op jou wil inzetten als je al niet kan rennen. Oh ja, dat is waar, ja. Heb je een beetje richtingsgevoel of niet? Oh, zeker wel. Oh, dat ga je nodig hebben. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor het wel. Of niet. Als je niet terugkomt. Ik laat het je weten. Het is goed. Het wordt tijd voor het de tv-show. Ja. Geen spookhuis. Nee, tv-show. We gaan hem ervaren. Ja. En er werd ons net uitgelegd, het is live. Dus als er iets gebeurt, je breekt je enkel. Je moet niezen. Gewoon doorgaan. Pak je moment. Alle camera's om je heen. Maak er wat van, mensen willen dit. Dat was net wat we Meer zijn. Dus camera aan en actie. En actie in de actie. We gaan ervoor. Ik ben benieuwd. Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Mooi. Het was heel mooi. En het begin was ook super gaaf. Ja. Maar we hadden een te grote groep. Ja. Waardoor we eigenlijk heel veel van het verhaal niet meekregen. Ja. Echt jammer. En het is gewoon zonde eigenlijk. Want heel de beleving is wel een beetje verpest, moet ik zeggen. Ja, het is heel vet. Je beleeft heel veel. Het is heel mooi. Ja. Maar te grote groep verpest de sfeer. Ja. Dat is jammer. Ik kreeg heel weinig scares mee. Maar het was echt wel, je zit in een soort spelshow. En een beetje aan het begin en alleen aan het eind kreeg je een beetje dat gevoel van ik ben echt in die tv-show. Ja, tussendoor was het, kreeg je wel een beetje rare ruimtes tussendoor. Ja, heel ik wil niet te veel spoileren namelijk, maar het was wel bijzonder. Een soort opvulling. Ja, het voelde wel als een zone, maar je bent af en toe ook tegengehouden. Ja. Dus ja, waardoor je een soort mini-showtje kreeg ook. Dus, ja. Maar qua originaliteit was dit oprecht heel goed. Ja, ik denk alleen dat ze nog een beetje wat moeten fine-tunen en de groep iets kleiner moeten maken. Ja. Dan heb je een heel goed spookhuis. Ja, want we waren dus met 5 man. En toen hebben ze dus 5 man extra nog er doorheen laten gaan. Dus en for some reason werden die van achter ons naar voor ons gehaald. Waardoor hun eerst mochten en wij dan weinig meer kregen. Dat was heel, heel raar. Maar ja, daardoor was de beleving voor mij wel echt een stuk minder. Ja, dat is jammer. Ja, maar het was wel heel tof om te beleven. Dus, ja, misschien volgend jaar weer? Een tweede kans. Tweede kans, zeker. Nou, Rolfie, jij liep helemaal achteraan bij de attractie. Ja. Maar jij hebt echt helemaal niks meegekregen, geloof ik, of wel? Nee, ik hoorde wat gemumbel van voren. Ja. En dat was het eigenlijk wel. De groep was echt te groot. Ja, jammer, want voor mij streven ze naar 7, misschien 8 mensen. Het was een kleine onderbreking van de fan, maar dat maakt niet uit. Super gezellig. Maar het huis zelf was best wel imposant, eerlijk gezegd. Zeker, zeker. Ja, heel anders dan normale huizen. Ja, en vooral die fine-tuning, ik geloof daarin. Ja, zeker. Dat gaat 100% gebeuren. Dus. Volgend jaar gaan we hem goed doen. Ik wil hem nog een keer doen. Ja. Zeker. We gaan nog even kijken naar de laatste zone, Tangled Wicks. En dat is wel een vrij heftige. Kijk uit voor de bosjes, mannen. Oh ja, die zitten hier. Die zitten hier, hè. Kijk maar uit. Geloof me, dat is niet leuk.
Zo, dit was de review van Walibi. Ja, weer heel erg genoten. Het is ieder jaar toch weer even anders. En vooral met het nieuwe spookhuis hebben we ook weer een nieuwe beleving gehad. Ja, en de rest van de spookhuizen, wat er precies is veranderd, weet ik helemaal niet zo goed. Maar het zag er allemaal tip-top in orde uit. Wat een ervaring om daar doorheen te lopen. De interactie met de acteurs is altijd een genot. Echt zo leuk om te doen hier en om een gesprek te voeren. Je zit altijd midden in een verhaal en dat is ook tijdens de Bright Nights. Dus daar ga ik zeker voor terugkomen. Vond je dit nou een leuke review? Laat wel even een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren. En ik zou zeggen tot de volgende review. Doeg!